Hi guys, welcome back to my channel. Ever since I was a child, I wondered why there are so many differences between people's lives. Some people are born in prosperity, and others have to fight for the basic necessities of life. This has always bothered me. I refuse to accept that millions of people, especially children in some countries, have fewer opportunities to make something of their lives. In my opinion, everyone deserves a fair chance to have a decent life. I think it's important to help less fortunate people, for example, people in third world countries. Basically, we can help in three ways: individually, through a private organization, and by the government. Despite the fact that most of us are willing to help, a growing number of people feel that the money for development aid is not always well spent. To be honest, sometimes I belong to those who think that the money is not always well spent. It may not be possible to make the world a better place. I'm curious to hear what people think about this statement. It's impossible to make the world a better place. Er zijn veel mensen die geld geven aan een goed doel. Ook veel overheden die geld geven aan derde wereldlanden. Reageer eens op de stelling: het is onmogelijk om de wereld beter te maken. Ik denk dat om de wereld beter te maken begin je bij jezelf. Het is natuurlijk heel cliché, maar je kunt wel naasten kun je de wereld beter maken. Ik denk dat het wel onmogelijk is om zeg maar in je eentje de hele wereld beter te maken. Maar je kunt wel kleine stapjes zetten. Dat. Oké, heel interessant. Want er zijn mensen die bezwaar maken na zoveel jaren miljoenen geld geven aan derde wereldlanden. En als je gaat kijken, is er niet echt een vooruitgang te zien. Waarom denk je dat het zo langzaam gaat? Ik denk dat de media hier eventueel wat in zou kunnen betekenen. Door eventueel de goede doelen, om daar meer openheid in te geven aan degenen die het lezen. Door bijvoorbeeld te laten weten aan de mensen waar het geld nou precies naartoe gaat. Is het nou, waar gaat het nou naartoe? Naar kleren, naar eten, naar voeding, dat soort dingen. Ik denk dat het daar misschien een begin in zou kunnen maken door meer openheid te geven in relatie tot mensen, zeg maar. Oké, laatste vraag. Denk je dat we dan toch moeten blijven helpen? Of dat we misschien gewoon moeten stoppen en een betere manier vinden? Moeten we gewoon blijven helpen? Ik denk dat je die beslissing vooral zelf moet maken. Ik denk als jij voelt dat je een beter mens wordt door een ander te helpen, moet je dat vooral doen. Ik denk wel dat karma daar een groot aandeel in zou hebben. Dus dat moet je voor jezelf vooral bepalen, denk ik. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die hier het niet heel al te breed hebben. Dus dat moet je dan vooral zelf bepalen. Maar goed, ik denk dat het eventueel wel zou kunnen helpen. Maar je zou het op andere manieren kunnen doen. Oké, heel fijn om je mening te horen. Bedankt. Ja. Fijne dag verder. Oké, dankjewel. A smart girl. I also think that the media can do something about this. I'm sure more people will help if they see how the money is spent. And for those who still don't want to help, as this girl wisely said, karma will take care of things. Let's continue listening to people on the street. Wat is jouw mening daarover? Ja, dat is een geweldig mooie stelling. Allereerst denk ik dat het überhaupt het belangrijkste is. Dus naast het feit dat we elkaar sowieso moeten helpen. In de christelijke zin, het maakt niet heel veel uit wat voor force daarachter zit, maar als Europa zijnde of als westerse wereld zijnde, denk ik dat we sowieso in de geschiedenis keuzes hebben gemaakt. Bepaalde landen toch hebben uitgebuit, naar wat ik weet. Het lijkt me niet meer dan fair dat je dat ook op een nette manier probeert netjes achter te laten, want
ja, de verhalen die je hebt gehoord, ja, er is daar zoveel slechts gedaan en wat ik zeg uitgebuit. Alleen maar geld uitgehaald en alleen maar middelen uit weggehaald. En er is nooit echt geïnvesteerd in, nou ja, het opbouw van een land. Oké, okay. Er zijn mensen die beredeneren van, nou ja, goed, het is al zo decennia lang dat er zoveel miljarden, biljoenen zelfs, heen gaan naar derde wereldlanden. En dat er eigenlijk geen vooruitgang, hè. Men ziet dat er best veel corruptie is en dat mensen eigenlijk best lui zijn. Hè. Het geld wordt niet gebruikt om te investeren, maar consumeren. Het is, hè, dat werkt toch een beetje... Het gevoel van, nou ja, goed, het is onbegonnen werk. Wat denk je daarover? Ja, ik snap wat je bedoelt, zeker. Ik denk toch dat je die twee dingen los van elkaar kunt zien. Omdat, nou, wat ik net vertelde, hè, wat er is gebeurd in de loop der jaren, is het ja, niet meer dan het juist om te doen om daar toch ook iets in te stoppen. Maar goed, naar welke maatstaf checken we dat? Ja, dat is de maatstaf van het Westen. Wij vinden dat naar onze maatstaf ze het niet goed doen. Of dat er niet genoeg vooruitgang is. Of ze zullen er vast heel goed over na hebben gedacht. Daar ben ik van overtuigd. Maar ik denk toch dat die landen dat zelf moeten weten hoe ze dat oplossen. A very nice approach of this young man. He believes we should continue to help. I spoke to many people on the street. This girl also thinks we should help. Er zijn veel mensen die geld geven aan een goed doel. Ook heel veel overheden die geld geven aan derde wereldlanden. Reageer eens op de stelling, het is onmogelijk om de wereld beter te maken. Nou ja, eigenlijk vind ik het een beetje cliché wat ik ga zeggen. Maar je kan wel, zeg maar, de wereld iets minder slecht maken. Maar kijk, je kan niet in één keer het beter maken. En als je gewoon zelf iets goeds doet, dan is het wel iets. En als die kleine beetjes helpen uiteindelijk. Want ja, je kan niet in één keer vingers knippen en dan het oversprookje zeggen. En dan is het over, dat is voorbij. Dat was wel goed. Oké, waarom denk je dat het zo langzaam gaat? Want er zijn mensen die daar moeite mee hebben. Die zeggen van ja, het schiet niet op. Hè? Ja, het is heel veel niet buiten je eigen wereld. Bijvoorbeeld als je zelf gewoon tevreden bent of je eigen wereld leeft en je denkt van alleen op tv ziet dat slecht gaat. Ja, er is weinig inlevingsvermogen, denk ik. En dat is lastig voor mensen. Oh, laatste vraag. Denk je dat we ondanks alles toch moeten blijven helpen? Of dat we... Er zijn mensen die zeggen van ja, eigenlijk kun je beter stoppen. Wat is jouw mening daarover? Nou ja, je moet altijd kritisch blijven van hoe je de hulp aanbiedt en hoe het ontvangen wordt. Want ja, gewoon geld geven is niet altijd de oplossing. En dat is altijd belangrijk, dat je altijd kritisch blijft en dat wel de goede kant op gaat. Anders gaan mensen nooit meer geld geven en dan wordt het ook nooit beter. Oké, okay, helder. Bedankt voor jouw mening en een fijne dag. Hè? Okay. She has a realistic view on development aid. As she said, it takes time to make the world a better place. It takes time to see progress. She also said that we have to be critical. People want to know where the money is going. We might discuss this topic in the future, because in my opinion, there are things we need to improve when it comes to development aid. For now, my conclusion is, efforts to reduce poverty and inequality remain essential in a world in which hundreds of millions of people are denied. Please let me know what you think about making the world a better place. If this is your first time on this channel, make sure to subscribe so you can see more videos of trending topic. I like to hear your opinion. See you soon.